Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer. Race 100% tegen Rusty. Hoi mensen, het is fijn om hier te zijn. Ik wil zeggen, ik heb een kleine achterstand tegen Milan. Ik wil zeggen, die ga ik vandaag deze aflevering weer in te halen, want ik vind dit niet kunnen. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Oké, we beginnen in 3, 2, 1, let's go. Ja. Ik wil zeggen, ik mag nu naar de smekkieruimte. Oké. Ja, dat wordt een hoop smackies pakken. Ah, hier kunnen we nog niks doen, want we hebben nog geen sponsifico. Nee, dat is het enige, dat is het hele nadeel. Ja, dat je allemaal moet bedenken van, ben ik hier al geweest of niet? Ja. Dat wordt straks echt kut. Nee, daarom dus. Ik heb Sneepiesneep. Hallo, Sneepiesneep. Ja, ik ga mooi deze kant op, want dan kan ik hier nog meer smackies tevoorschijn halen. Ik maak nu zo'n wiggenweldrankje met de schors van een wiggenboom en flubberworm gebeuren slaan. Oh ja. Ik wil zeggen, dat spul ken ik wel. Dat komt altijd heel goed van pas. Ja. Oh, ik zou je wel eventjes een tip geven. Onthoud wel aan welke knop die gekoppeld zit. Want die activeert zichzelf niet automatisch. Oh ja, niet zoals... Oké. Hey, ik wil zeggen, dat is even de tip van mij, hè. Maar ja. Zeggen, dat is ook een van de weinigen die ze ook krijgen. Zeggen, want het zijn serieuze zaken, dus... Ja, precies. Hebbelien, wat ben je aan het doen? Oké. Hebbelien was even aan het spacen. Oh, dat zal niet de eerste keer zijn, hoor. Nee. We moeten naar Charms, Klaus. Naar Charms? Oh, dan... Oh jee. Ik weet toevallig wel welke sprook jij gaat leren daar. Ja, de plasma. Ja, zeker. Maar ik kan geen smekjes meer krijgen. En ik heb nog een kwart van de timer. Uh-oh. Ja, dat is wel jammer, hè. Zonde. Ja. Ja, gelukkig zie ik er nog wel een paar liggen waar ik wel bij kan, dus... Ja, en... Ja, mijn tijd is ook voorbij. Oh jee. Gaan we nu eventjes heel gauw door. Oh ja, tuurlijk. Ik heb nou die Quidditch training. Nou, ik wacht nog eventjes met de grootste geheimen van de game. Want jij edit dit, dus ik wacht eventjes. Ah. Ja, ik weet wel een paar plaatsen, dus ik wacht er wel lekker mee. Fred, jij hebt die bezem, toch? Ja, Fred heeft de bezem. Ja, deze. Oh, hebben we die uitleg ook nog eens. 700. En dure tijden. Hoppatee. Volledige punten met de plasma. Oh, ho. Oh ja, ik moest even concentreren, dus ik reageerde even niet op wat je zei. Nee, dat geef ik gewoon gelijk, want je moet het wel echt op timing doen. Yep. Dus ik ben nou lekker aan het grondvliegen. Het is bij jou ook zo versneld, net als bij mij. Nee, bij mij is het normale snelheid. Oh, dat is kut. Of nou ja, voor mij was het kut, want voor mij was het echt kut te besturen. Hoppatee. Ja, ik moet zeggen, maar het is sowieso raar dat je met muis moet besturen. Klopt, ja. Dit gaat lekker. Even beginnen, ik word gelijk getackled hier. De toon is gezet. Ja, godsamme. Nee, weg. Nee. Oh, maar ik vind ook niks dat je die bezig moet besturen met muis. Ja. En ik heb een muis met een hoge sensitivity, dus die reageert nogal op een klein beetje. Hoppa. We zijn klaar hier! Ben je klaar? Ja, ik heb vliegen heb ik volbracht. Goed bezig. Ik moet jou inhalen, Milan, dus dan moeten we een vaart erop zetten. Dus, ja, precies. Elke seconde die ik win is het overeen. Dan ben jij misschien ook een Pokémon-meester, wou ik zeggen. Een Harry Potter-meester straks. Nou, ik wil zeggen, Pokémon-meester betwijfel ik nog, maar... Ja, betwijfel je dat? Ja, ik wil zeggen, ik heb mijn laatste randomizer heb ik verloren van een beltoy. Oh, dat is wel zuur.
Ja. Waarom kan ik de overkant niet halen? Wat is dit? Nee, weet je wat het ergste was, Milan? Mijn Pokémon die ik gebruikte was Kyogre. Deed hij zelfdestruct? Nee. Wat ging er fout? Hij was geconfused. Wow. Hij was geconfused en daarna ging het helemaal mis. Ik heb een probleem. Ik weet niet hoe ik de overkant haal. Shit. Overkant haal? Ja, ik moet naar de overkant. Alleen de jumper kan niet ver genoeg. Ja, in de D-plasma. Oh, ja, dan weet ik het al. Je moet die balk nou verzetten, toch? Ja. Ja, dat moet je even overheen stappen, want er zitten volgens mij twee D-plasma's. Ja, dat heb ik gedaan. Hij zit al in die goot. Alleen hij haalt gewoon met de jump de overkant niet. Oh, dan automatisch springt hij te laat. Dan moet je even kijken of je zelf springen kan inzetten op je keyboard. Dit spel. Nou, ik zou zeggen, neem je tijd, Milan. Neem vooral je tijd. Ja. Ik ben nu onderweg naar de plasma. Oh, auto drink potion staat wel aan bij mij. En auto jump niet, hè? Huh? Oh, dat is ook weer zoiets. Oké. Kijk, hoe nam ik die binnendoorweg ook weer? Oh ja, daar lag het inderdaad aan. You, thanks. You, no problem. Waarom ben ik hem trouwens aan het helpen? Ja, jezus! Ja, ik wil het wel eerlijk houden. Laten we het daarop houden. Nou, toevallig weet ik dat hier ook nog iets ligt. Nou, waarom echt? Ik weet dat Foppe zo moet komen, maar... Ja, Foppe die zit daar wel. Nee, maar echt, ik herinner me nog wel geheime ruimtes. Alleen de geheime ruimtes die ik onthoud, zijn de ruimtes waar je alleen smackies vindt. Jee, daar heb je wat aan. Oh, wat een ellende. Nou ja, we gaan nu dit plasma leren. Ja, dan ben je toch wel weer een stuk dichter bij me. Ah. Moet ook. Oh, dit is toch zo'n ellende dat het zo lang duurt voordat het uiteindelijk begint met die knoppen. Ja, dat klopt. Want je kan dat ook niet overslaan. Nee, daarom. Ik ben echt een hele moeilijke fight tegen Foppa aan het doen. Oh. Spoiler, het was geen moeilijke fight. Huh? Ik drukte niet eens en hij zegt dat ik een gemist heb. Ja. Dan moet ik hem zo meteen nog een keer doen. Ik heb daar ook veel tijd aan verloren, dat stukje. Ja. Nou ja, ik zei, die punten hadden wel hard nodig, dus... Want hoe groter je voorsprong is op de afdeling onder jou, hoe langer je in de smackieruimte mag blijven. Mm-hmm. Ja, we willen wel een grote voorsprong. Ja, daarom, hè. Dus, de eerste 5 punten zijn binnen. En op D. Dat was de tweede. Oh, opeens staat hier een vuurkrab. Oh, en hier nog één. Oef. Ah, hoe zeg je, er komen wel wat meer verrassingen daar. Nee. Zo. Je zou ook niet zeggen dat je een keertje 10 van die bronzen dingen hebt, maar... en nu ga ik naar binnen. Het is wel even wennen dat hij hier Scourge roept in plaats van de plasma. Niet. Zo, slijm van een flubberworm. Lukt het bij jou een beetje? Ik denk dat onze connectie verbroken is. Dat idee heb ik namelijk.
Ik blijf wel gewoon doorspelen. De verbinding met Discord is volgens mij weg. Dat is dat het fijne van het opnemen met Discord, hè? Hey, dit loopt lekker. De verbinding met Discord is weg. Ook niet echt iets van een berichtje, dus ik denk dat hij druk bezig is met het kijken of hij het gewoon even gemaakt door. Kan krijgen. De binding komt vanzelf al weg. Oh! Weer iets nieuws geleerd. Zo. Opeens steeds van die beesten. Milan? Ja, daar is hij. Waar was je? Ineens was de verbinding weg. Heb je wel gewoon doorgespeeld? Ja, niet zo heel veel, want ik zat eigenlijk te kijken waarom de verbinding eruit was. Ja, ik kan wel eventjes je paar seconden extra geven, hoor. Dan ga ik gewoon even een appje beantwoorden. Oh, nee, maar goed, dan haal ik eventjes de schade in. Ik ben nou in de challenge... Nou, dan kom je wel een stuk dichterbij in ieder geval. Ja. Maar heb jij die kaart ook na het gevecht bij Fop opgehaald? Jazeker. Oké, mooi. Want ik ben nu bij dat gevecht bezig. Zo, ik heb volgens mij nog nooit zo snel gedood. Zo, hoppatee. Oké, nu ben ik weer back in the game. Oh. Als je dat maar weet. Jammer dit. Ja, zeer jammer. Voor jou. Mwah. Ja, ik zeg, dat ging net zo goed. Zo. Die hebben we ook weer gedaan. Hop, twee. Zo, 3 van de 10 sterretjes. Zeg, waar zit jij nu ergens verstopt, Milan? Ik zit nu verstopt bij zo'n wigwap naar een ster toe waar ik nog even niet zo goed mee weet hoe ik dat ga doen. Ah. Oh, ik zie het al. Jammer. Oh, wacht maar. Hoe kom ik daar dan weer boven? Oh, jee. Oh, Harry, blijf. Ga even niet... Harry, dit is niet het moment om Tarzan te gelopen uithangen. Jawel. Go, Harry. Harry moet zeker Tarzan lopen uithangen. Nee, ik wil zeggen, dit is... dat is een vrije tijd, dat allemaal prima, weet je. Maar niet nu, dit is niet het moment. Hoppatee. Harry heeft gewoon even zin om Tarzan uit te laten hangen. Dat heeft, ja, laat die jongen lekker. Hij zegt, maar mag hij dat best wel een keertje, maar niet nu. We staan achter, we moeten schades inhalen. Ja. Oh, hi. Zo. Ik heb het idee dat ik vlak bij jou bezit, Milan. Dus, Oeh, spannend. Ja. Oeh, ik heb 9 sterren, dat is niet 10. Shit, heb ik een ster gemist? Dat zou superkut zijn. Oeh, Milan. Hey, kom eens hier, kikker. Kijk, was dit allemaal nog omhoog? Oh nee, wat, die moest hierop landen. Nu moet ik backtracken, dat haat ik. Oh ja, maar ik weet waarschijnlijk waar die is. Fuck, hij weet waar die is. Ja, ik die heb... informatie gaat hij natuurlijk niet met mij delen. Ja, natuurlijk niet. En want ik weet niet zeker of het die is. Je mag niet terug. Nee, ik ben zo hard genaaid nou. Ik ga dat op een ander moment doen hoor. Ja, nee, goed. Of zal ik het meteen doen? Of zal ik het meteen doen? Ik weet het niet. Ja, je kunt het beter meteen doen, want dan hoef je niet meer terug. Weet je zeker dat je hier niet meer terug hoeft te komen? Maar weet je wat het probleem is? Je moet alles dan wat je al gehaald had nu, zeg maar, moet je dan weer nog een keer halen.
Het is niet dat je nu die ene overgebleven kan doen, zeg maar. Nee, oké. Okay, nee, dat is, hoe zeggen, dat probleem, dat snap ik wel. Ja, ik snap de pijn. Gelukkig snap jij mijn pijn. Kan ik meteen opnieuw doen? Ja, kan ik meteen opnieuw doen. Kutzooi. Ja, ik, okay. Ik zou het je wel adviseren, want dan hoef je niet meer terug. Zeggen, want ik denk dat ik wel weet welke jij mist. But if I'm sure, I don't know. Ja, ik heb er nou 4 van de 10, dus... Nou, die hier had ik, maar... Goed, dat is ster 1. Ja, ik zei, die moet je wel opnieuw allemaal pakken, helaas. Ja. Geef mij een bronzen, geef mij een bronzen. Je krijgt geen bronzen, je krijgt geen bronzen. Nee, ik kreeg 2 smackies. Dat bedoel ik. Daar kom ik later. Wat is hier? Geen geheime kamer, nee. Ja. Ik denk dat ik weet welke jij gemist hebt. Oké. Ik wil zeggen, en of je hem deze aflevering vindt is de vraag, maar... Ja, dat mag ik hopen. Ik denk dat ik hem heb. Want ik wil zeggen, ik zit nou op 6 van 10. Oké. Ho, 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 niet met z'n allen tegelijk op 1 keer, hè? Kom nou, meneer, je wordt gelijk aangevallen door 2 van die vuurschildpadden. Ik denk, ik weet welke ik niet heb. En ik dacht nog, zal ik dat doen? En ik dacht van, volgens mij is het niet nodig. En dat was het waarschijnlijk wel nodig. Oh, ja. Over die kaart waar jij het straks... Oh, daar heb ik hem gemist. Als je bij Foppen nog teruggaat, zeg maar. Ja, die zilveren kaart. Nee, die is het sterretje. Dan moet je, als je tegen Foppen vecht, heb je nog zo'n sterretje die zeg maar aan de zijkant zit. Die had ik net niet. Ah, jammer. Dan had jij diegene wel waar ik aan dacht. Ah. Weet je wat mooi is, Milan? Ik sta nou voor. Ja, dat is een beetje triest. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Maar zul je zien dat ik er ook eentje mis. Die kans is ook aanwezig, ja. Dat zou ik wel mooi vinden. Dat zou ik zeer mooi vinden zelfs. Ja, dat dacht ik al. Ik zou ervoor tekenen. Oh, kijk. Oh, kijk, ik heb hier gelijk weer eentje. Hoppatee. Oh, ik hoef er nog maar 2 zelfs. Hoppatee. Oh, nou hoorde ik serieus bowlingkegels. Ja! Ik heb 2 littekens. Wat? Hoe kan jij 2 littekens hebben? Dat kan helemaal niet. Nou. Nah. Ja, deze jongen heeft 2 littekens. Dan heb jij dus ergens iets opgepakt wat ik niet heb opgepakt. Hey, ik wil zeggen, ik zei het ook, ga je mijn ruimtes nog herinneren? Ja, dat blijkt. Oh, ik moet nog een keertje. Hop, hey. Ja, laat me een race erboven gaan. Oh, ja. Fuck, die... Oh, dat... Dat was ik even vergeten. Kut. Oh jee. Strijd der titanen is aangebroken. Ik wil hier toch even naar beneden. Ondanks dat ik zeker weet dat hier eigenlijk niks te vinden is. Nee. Zie je? Godverdomme. Tijdverspilling is dit. Ja. Tss, jongen. Ja. We zitten op 10 van 10. Echt. Deze jongen heeft een hele race. Ja, we zijn klaar, hoppa. Kijk, dat zien we nog eens graag. Nou, dan weet ik nog niet zo zeker of ik dat zo... Wat de fuck is dit? Hier heb ik niks mee gedaan de vorige keer. Hé? Hoe kom ik daarboven?
Er is hier zo'n platform naar beneden gekomen, of kan je daar niet naar boven? Volgens mij wel. Oh, nee. Hé? Zo, ik zit weer... Zo! Ik heb bijna 200 punten verschil met Zwadderig. Ja. Mannen gaan hard deze dagen. Nou, nah, ik snap er niks van. Het zal wel. Ik loop gewoon door. Zo, ik ben in de Bean Bonus Room. Goed bezig. Die heb ik toch al gedaan de vorige keer. Dus die hoef ik niet nog een keer te doen. Zo. Hier heb je een doxy. Aliot. Kijk, we beginnen langzaamaan rijk te worden. Ik heb deze helemaal niet geopend de vorige keer. Waarom niet? Ik heb geen idee. Zit daar dan die ene bronzen kaart? Ja, dat was het probleem. Oh. Oké, ik heb ook twee bliksemschichtjes. Ik was gewoon de vorige keer niet goed aan het opletten. Ah ja, dat kan natuurlijk altijd. Dus nu is het niet erg dat ik hem nog een keer moest doen. Oh. Ja, ik wil zeggen, dan staan we in ieder geval met dat onder het perspectief vergelijk. Ja. Alleen sta je nog voor en dat is een beetje jammer. Dat kunnen we natuurlijk op mijn kanaal niet hebben. Oh nee. Nou, ik wil zeggen, dat valt me wel op met je Pokémon-video's. Want jij hebt wel een kleine voorsprong op Sander. Ja, maar dat komt omdat Sander gewoon niks snapt. Nee, nee hoor, ik hou van hem. Maar hij is gewoon niet zo heel goed. Hij doet lik op een normaal Pokémon. Nee, ik wil zeggen, maar dan niet alleen. Maar volgens mij is zijn pech met Shinies ook gewoon niet meer bij te houden, joh. Ja, dat is gelukkig geen race. Gelukkig voor hem geen race. Nee, dat zou nog eens wat zijn. Ja. Heel veel zeggen, anders was het voor hem helemaal verloren zaken. Ja. Komt allemaal wel goed. Wel ja. Niks aan de hand. Zeg, ik was wel even geschrokken toen jij je twee Pokémon's in één keer verloor. Nou, dan kan je je borst alvast nat maken. Het wordt allemaal nog veel gekker. Oh jee toch. Ja, de laatste aflevering die we tot nu toe hebben opgenomen, dat was geen pretje was dat. Oh jee, dat is echt alweer genoeg. Ja. Zeggen, en ik maar denken dat ik mijn Pokémon-serie spannend vind. Ja, jij speelt X en Y nou, hè? Ja. Nou, eigenlijk dezelfde game als die wij spelen, maar dan randomized, toch? Ja, klopt. Ja, nice. Nee, ik wil zeggen, ik heb tot nu toe echt heel veel geluk gehad bij de Pokémarkt. Ja? Ja. Wat zat erin? Bij de eerste Pokémarkt waar ik kwam, waar twee personen bij stonden, de eerste verkocht Master Balls. Wat? En die gebruik je ook? Of, nee, gebruik ik niet. Okay. Nee, anders is de challenge gelijk al grotendeels... Ja. Nee, dat zou zijn. Meestal gebruik ik, als dat gebeurt, net als met een Cherish Ball altijd, of een Parkbal, altijd een regel dat je er maar eentje mag gebruiken, zeg maar. Tenminste, dat doe ik altijd. Nee, ik wil zeggen, ik gebruik hem alleen als ik hem krijg van de game. Ja, precies. Waarom kun je eigenlijk heen nou? Oh ja, ik ben trouwens al bezig met de tweede stap, met een ingrediënt voor een Wiggenwelt potion. Oh ja, het zal dus niet. Nee, Polyjuice is het trouwens. Deze game, ja, ik wil zeggen, het is Polyjuice. Wiggenwelt is voor je HP, voor je health. Wacht. Nou, kan het ding niet nog verder omhoog? Nee. Ik wil zeggen, daar zit de kaart verstopt, dus het ding gaat omhoog. Ik denk dat ik hier naartoe moest. Hè? Ik ben net uit de kerkers, dus... Uit de kerkers? Ja. Ah, ja. Ben je niet bij die cilinder met die asset eronder? Ja, daar ben ik. Oh, daar ben ik ook. Okay. Nee! Ja. Ja, ben ik zeker. Ja, dan lopen we inderdaad echt gelijk op. Nou, dat vind ik wel echt leuk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat vind ik wel echt ja, tof. Dat, ja, dat houdt ook spannend vooral. Ja. Oeh, ik had fall damage. Oeh. Nou, zolang je maar niet in de asset valt, komt het allemaal goed, Milan. Ja, precies. Hé, weer een bronzen.
Volgens mij zit hij tegenover een zilveren. Yep, hier zat de zilver in. Je hebt twee kaarten tegenover elkaar zitten, brons en zilver. Oké, dan ben ik benieuwd of ik daar dan nog kom. Dus ja, ik ben nou tegen die slak aan het vechten. Oh ja, die brons en die zilver. Ja. Zo, dat was het eerste stuk. Kijk, is dit open? Nee. Yo, laat ze vrij, dan gaan die deur open. Want ik weet wel dat hier ingrediënten liggen. Oh ja, dit is zo'n ellende dit. Die schildpadden die komen niet uit die kooi. Oh, hey. Rick de Semper. Godsamme, ga uit die kooi. Ja, dat bedoel ik dus. Zo, eentje zit opgesloten. Stomme beesten. Hey, wat is dit nou? Nou, wat een stomme beesten zijn dit. Oeh, we moeten eigenlijk de aflevering alweer stoppen, zie ik. Oh, is het alweer zover, joh? Ja. Heb je ruimte om nu te stoppen, de aflevering? Ja, ik heb toevallig net de vuurschildpadden verslagen. Oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Vergeet zeker niet even de kanaal van Rusty, van Mike, te checken. En zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Tot de volgende keer, mensen. Amigos.